Dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Afke Boven. In dit journaal gaat het over vaccinaties tegen kinderziektes, zoals de mazelen. Verder het nieuws dat president Poetin de verkiezingen in Rusland heeft gewonnen. En we laten het verhaal van Darin horen. Ze raakte bij de oorlog in Gaza bijna haar hele familie kwijt. Artsen maken zich zorgen, want steeds minder mensen laten hun kinderen vaccineren. En daardoor kunnen ziektes zoals de mazelen en kinkhoest zich snel verspreiden. Hoi, dankjewel. Kom lekker zitten. Kinderen krijgen inentingen op verschillende momenten. 4, 5, 6, dat was hem. Ik ga er een pleister. Viel het mee? De laatste jaren laten minder ouders hun kinderen vaccineren. En dat merken ze in ziekenhuizen. Daar komen vaker kinderen binnen met de ziekte kinkhoest. Voor baby's die niet gevaccineerd zijn, is kinkhoest gevaarlijk. Ze kunnen erdoor stikken. De afgelopen tijd zijn 4 kinderen aan kinkhoest overleden. Deze arts vindt dat heel erg. Wij maken ons onvoorstelbaar veel zorgen in Nederland, in de kindergeneeskunde, dat wij ziektes zien waar kinderen aan doodgaan die te voorkomen is. De overheid besloot meer dan 60 jaar geleden iets tegen de verspreiding van besmettelijke ziektes te doen. Kinderen konden vanaf toen gratis gevaccineerd worden. Het ging om gevaarlijke ziektes waar kinderen heel ziek van werden of aan dood konden gaan. Sindsdien komen die ziektes in Nederland bijna niet meer voor. Maar de laatste tijd komen sommige ziektes weer vaker voor, zoals mazelen en kinkhoest. Vooral bij kinderen die niet zijn ingeënt. Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen vaccin meer willen voor hun kinderen. Ze zeggen dat het niet mag van hun geloof, omdat God beslist of ze wel of niet ziek worden. Ze denken dat het niet nodig is en dat het lichaam er zelf voor zorgt dat de ziekte weggaat. Of ze vinden het eng en zijn bang dat hun kinderen juist ziek worden door de vaccinaties. Maar artsen zeggen dat de vaccins niet gevaarlijk zijn. Nee, over de hele wereld, ook in Nederland, worden die voordat ze gebruikt mogen worden uitgebreid getest en onderzocht. Volgens de arts is het juist gevaarlijk om een kind niet te vaccineren. Dat kind kan zelf ziek worden en het kan ook andere kinderen besmetten. Ze maakt zich daar grote zorgen over. Ja, en niet alleen ik, maar ook andere dokters of wetenschappers maken zich daar zeker zorgen over. Omdat we gewoon weten van als er steeds minder kinderen in dit geval die bescherming hebben tegen bijvoorbeeld een ziekte als mazelen, dan komt die ziekte gewoon weer terug. In sommige andere landen is vaccineren verplicht. Mensen krijgen zelfs een boete als ze het niet doen. In Nederland is dat niet zo. Vladimir Poetin blijft de president van Rusland. Bij verkiezingen kreeg hij de meeste stemmen. Dat was voor niemand een verrassing, want het waren geen eerlijke verkiezingen. Rusland is een groot land. Het ligt hier. Er wonen meer dan 140 miljoen mensen. Ze konden stemmen op 4 kandidaten, onder wie president Poetin. Echte tegenstanders had Poetin niet bij de verkiezingen. De andere 3 kandidaten steunen zijn plannen. En ze maakten geen kans om te winnen. Poetins echte tegenstanders zitten in de gevangenis. Ze zijn gevlucht uit Rusland of ze mochten niet meedoen aan de verkiezingen. Mensen kregen 3 dagen de tijd om te stemmen. Sommige Russen gingen op die dagen protesteren, omdat ze het niet eens zijn met Poetin en met de verkiezingen. Ze staken stemlokalen in brand en gooiden verf in stembussen. Protesteren tegen president Poetin is gevaarlijk. Mensen die dat doen, worden vaak opgepakt door de politie. Daarom bedachten ze een andere manier om te protesteren. Ze spraken af om allemaal tegelijk, op precies dezelfde tijd, naar een stembureau te gaan. Daardoor stonden er ineens lange rijen bij de stembureaus. Mensen lieten zo aan elkaar zien dat ze tegen de president zijn, zonder dat ze dat hardop hoefden te zeggen.
In interviews was goed te merken dat veel mensen dat ook niet durven. Maar u kunt zich uitleggen waarom hier zo veel mensen zijn? Пожалуй, что нет. Спасибо. Перемен хочется, конечно. А можете подробнее рассказать? Нет, я не умею говорить. Можно не отвечать на этот вопрос? Ну, хорошо. Ну, по одной причине, которую многие россияне знают. Een van de redenen waarom mensen kritiek hebben op Poetin is de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het niet eens met die oorlog en ze maken zich zorgen over de soldaten die eraan mee moeten doen. President Poetin is juist trots op de strijd. In een toespraak bedankte hij de Russische soldaten die daar vechten en vertelde hij dat hij het leger sterker gaat maken. Maar of mensen het nu wel of niet eens zijn met de oorlog en met Poetin, hij is de winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg bijna 90% van de stemmen. In zijn toespraak bedankte hij iedereen die had gestemd. Прежде всего, поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Poetin blijft de komende 6 jaar de president van Rusland en daarmee de machtigste persoon van het land. Dit is Darin. Ze komt uit Gaza, waar het al 5 maanden oorlog is. Zeker 30.000 mensen zijn in die oorlog gedood en veel kinderen verloren hun ouders. Ook Darin heeft geen ouders meer. Ze raakte hen en veel andere familieleden kwijt bij een bombardement. Darin laat foto's zien van haar 10e verjaardagsfeestje, toen haar leven nog goed was. هذا عيد ميلادي. قعدنا نتصور كانت كثير حلوه الحياه وكانوا يعني ماما وبابا معايا في الحياه هذه ماما هذا بابا هذا اخويا وليد انا وياه كنا متصورين واحنا صغار هذا وليد استشهد وهذول اللي استشهدوا وفي اكثر لسه 70 دارين woonde dus in Gaza. Dat ligt hier. Ze was met haar familie in een villa toen er een bom van het Israëlische leger ontplofte. Ze vertelt dat ze haar hele familie in 1 keer kwijtraakte. Ana kol ma atfarraj ala hadol as-suwar bas hali ana yani faqadt ahli biyoum wahed bidun ma a'raf. Darin raakte gewond aan haar hoofd en haar benen. Ze lag 2 maanden in het ziekenhuis. Darin werd uit Gaza weggehaald en naar een ziekenhuis in een ander land gebracht. Dat is best bijzonder. Meestal lukt dat niet. Na een lange tijd in het ziekenhuis mag ze hier nu naar school. Daar heeft ze veel zin in, want ze is al maanden niet naar school geweest. Ze vertelt dat haar schoolvriendinnen uit Gaza niet meer leven. وحكت لي يعني صاحبتي علا استشهدت صاحبتي فاطمة استشهدت كل اللي أنا بحبهم بعزهم على قلبي كلهم استشهدوا. Darin bekijkt de foto's van haar ouders elke dag. Ze mist ze erg. يعني أنا لما إني أشتاق لماما وبابا بفتح على صورهم قبل ما أنام بأبوسهم بقولهم تصبح على خير وبأنا بس البوسة تاعت الأم والأب أحن من In dit journaal ging het over vaccinaties. Artsen zijn bezorgd omdat minder ouders hun kinderen laten inenten. We vertelden dat president Poetin de verkiezingen in Rusland heeft gewonnen en nog 6 jaar aan de macht blijft. En we lieten Darin zien, die vertelde dat ze haar familie erg mist. Ze kwamen om bij de oorlog in Gaza. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal.